We praten eerst met André Jortsma over de dood van Hans Dijkshal. Afgelopen zondag in zijn woning te Wassenaar overleden. Ja. U was bevriend met hem? Ja, mag je wel zeggen. En ik ben natuurlijk heel lang zijn... We zijn samen in de Tweede Kamer gekomen. Precies gelijk. We hebben dat altijd collegiaal gedaan. Maar daarnaast word je ook vrienden met sommige Kamerleden. Met Hans zeker, ja. Ja. U stond op een gegeven moment, zag ik vanavond, 1 en 2 op de lijst van de VVD. Hij 1 en ja, u 2. Klopt. Ja, klopt. Ja. U bent samen toegetreden tot het fameuze Paarse kabinet. Ja. Dat is nu op het ogenblik, wordt dat ook wel weer eens besproken. Terwijl je dacht, ja, het is toch niet zo'n succes geweest uiteindelijk. Ja, dat weet ik niet. Volgens mij waren de Paarse kabinetten redelijk succesvol. Maar kabinetten eindigen altijd op een gegeven moment ergens in. En in Nederland is het gebruik dat een coalitie een paar jaar stand houdt en dan moet je weer eens wat anders doen. En zo is het ook gegaan. Ja. Hans Dijkshal speelde daarin een belangrijke rol. Zeker. Het was natuurlijk al langer dat er het gevoel was van ja, eigenlijk zijn er in dit land maar twee soorten coalities mogelijk. Dat was het CDA met de Partij van de Arbeid en het CDA met de VVD. Ik was zelf ook een groot voorstander van dat die derde mogelijkheid er ook kwam. En ja, inmiddels is niks meer zeker van tevoren en zo hoort het ook te gaan. Ja. Natuurlijk moeten wij uiteindelijk als partijen, en ik zit daar nu zelf op een wat grotere afstand van, maar moeten partijen zichzelf vooral verkopen en met hun standpunten en daarna sluit je compromissen, net als in een huwelijk, zou ik maar zeggen. Ja. Dijkshal werd lijsttrekker. Ja. Het zag er buitengewoon goed uit voor de VVD onder ja. zijn lijsttrekkerschap. Tot Pim Fortuyn kwam. En toen donderde de hele boel in elkaar. En ook ja. zijn leven eigenlijk, althans zijn politieke leven. Ja. Je kunt wel zeggen dat hij daar nooit echt helemaal overheen is gekomen. Wat was hij dat had toch? Het daar moeilijk mee. Ja, wat zat daar toch achter? Dat hij dat zich daar niet bij neer kon leggen dat het nu eenmaal zo gaat soms in de ja, politiek. Maar dat ging dus niet zozeer over zijn eigen persoon. Daar heeft hij het minst mee gezeten, zou ik maar zeggen. Hij heeft het meeste mee gezeten dat hij vond dat, dat het eigenlijk de verkeerde kant op gaat met de politiek. Hij hield volstrekt niet van populisme. En dan heb ik het niet zozeer over partijen, maar wat binnen alle partijen op dat moment ook aan de orde was. De soundbites, het heel erg op de personen spelen. Het ging eigenlijk helemaal niet meer over de inhoud, maar is Jan aardig, is Piet aardig of niet? Daar had hij grote problemen mee. En daar heeft hij zich ook altijd zeer tegen verzet. Hij heeft altijd gezegd, ja, we moeten het van de inhoud hebben. Uiteindelijk gaat het over, zeg maar, wat wil je met die maatschappij? Wat is je visie daarop? En hoe krijgen we dat weer bij burgers? En dat is heel moeilijk. Hij was ook degene die het over de hypocratie had. Ja. En de beelddemocratie. Van, ja, televisie is zo allesbepalend. En ja, bestaat uit hele korte soundbites van mensen. En eigenlijk je eigen boodschap kan je niet meer kwijt aan heel veel burgers. Omdat mensen dat niet meer volgen. Ja, en hij kon zich daar niet bij neerleggen, nee, dat nu eenmaal zo was. Hij had ook niet een goed antwoord erop. Hè. Ze hebben wel geprobeerd daar antwoorden op te bedenken. Ik was het ook niet altijd met zijn antwoorden eens. Daar hebben we ook veel over gepraat wel en ook wel van mening verschilt. Maar de analyse op zich die is wel correct naar mijn gevoel. Dat het heel moeilijk is om burgers te bereiken in een zeer gecompliceerde maatschappij. Neem de onderwerpen waar jullie het vanavond ja. over gaan. Wanneer heeft u hem voor dat gezien? Een aantal weken geleden. Toen ging het ook al niet goed, hoor. Het is al een tijd niet zo heel erg goed. Maar hij sprak steeds moeilijker en dat vond hij zelf ook vervelend. Dus hij wilde ook steeds minder mensen spreken. Want als je er bent, wil hij toch weer met je praten. Ja. Dus in die zin was het einde ook nog een soort opluchting voor hem? Ja, dat weet ik niet. Ik vind dat altijd heel lastig. Ik zal hem vreselijk missen. Ik weet in elk geval dat zijn vrouw en zijn kinderen, zijn kleinkinderen hem vreselijk zullen missen. Want het is naast een man die nadenkt, is het ook nog een ontzettend leuke vent, was het altijd. We hebben ook vreselijk mens. Veel plezier gehad. Even heel de mensen heel uit de aardig politiek, man. Toch? Ja. Heel aardig man. Goed. Nou ja, goed. U heeft mooie woorden over hem gesproken nu. Dank je wel.